die is wel goed. Engineer, welcome to the SD40. We're currently awaiting a northbound empty train to clear the section ahead. Then you can proceed. There are two other meets planned later in the journey. Nou, laten we dat in ieder geval maar doen. En even de rem erop. De rollen naar achteren. Amerikaans vol te pakken. Oh, ik vind het op zich wel een interessant screenshot. Het is niet een lelijk screenshot, zou ik niet meer zeggen. Dus, we moeten in ieder geval nog even wachten tot we weer kunnen gaan. Wat hebben wij bij ons? We hebben de SD40 in Clinchfield livery. Die komt natuurlijk ook mee straks in de Trains and World variant. En ik dacht ook de F7 of zo. We hebben in ieder geval een assortiment aan een heleboel verschillend materieel in ieder geval bij ons. Aardig wat. En gaan we door. Nou, een paar high hoods hebben we hier in ieder geval. En nog een high of een. Ik dacht een GP7 of zo. En hier zijn we aan de andere kant van de trein. Dus we hebben in ieder geval een lange trein. Dus gaan we daar in ieder geval maar even op wachten. Die alvast even. Want we moeten nog wachten op onze tegentrein. En onze tegentrein die zit in principe in de. Ah, daar komt hij aan. Dus, volgens mij gaat hij hier naartoe. Ik ben helemaal niet laat hoor, tier. Is wachten tot dan onze hopper weg zijn. Ah. De famous caboose. Ja, natuurlijk een keukentje. Oh ja, wij hebben ook een caboose. Hè? Zit hier ergens zit een keukentje? Of in ieder geval dacht ik dat er een stoof in zat. Hier zou een stof in moeten zitten ergens. Dus zit hier een keukentje. Nou goed, we moeten eerst nog wachten totdat onze natuurlijk. Tegentrein voorbij is. Wij gaan helemaal naar Delano. Wij zitten in ieder geval in het noorden van Elkhorn. Dus zeg maar, de Clinchfield Railroad die in Trains and World gaat, dacht ik tot. Ik weet niet of die bij Philips nog komt, volgens mij niet. Bij Trammel? Ja, of misschien ongeveer hier. Gok ik. Dat zien we nog wel. We zitten hier voor hier. En wij gaan uiteindelijk hier naartoe. Dus een rit van 13 mijl. Ja, het is door de IMD gemaakt, hè. Dus we zullen vast wel dezelfde moet horen hebben. Ook op number lines misschien, of niet?
Volgens mij is dit de very basic one. Zo te zien hebben wij de road gekregen. De achterkant van de trein gaat nog achteruit. En wij gaan vooruit. Dat heb ik. Ik heb de waterfles van net al gedaan hoor. Ik zag een commando van. We gaan vooruit. Zon, goedenavond en welkom. En Gerben, nog goedenavond. WE. Lol. Een beetje onze snelheid in de gaten houden. Want we hebben een 15 limit, zometeen 30. Ik zou niet zo individueel mijn hoofd weten. Het is voornamelijk, ja, het is Amerikaanse vracht, dus het is wat langzamer route, maar op zich respectabele lengte hoor. Volgens mij is het alleen het onderste gedeelte hier is niet bij. De Trainse World variant volgens mij. Is dat echt tot hier of zo? Dante. Volgens mij tot Dante ongeveer. Oeh, tunnel. Ook niet slecht.
Tot straks, slip, meneer. Een hoge brug. Als je de kaart bekijkt, hij volgt mijn achterkant van de trein trouwens. Dus zoals je ziet op dat kaartje dat kronkel met het riviertje, die zijn wel voorbij. Die van mijn voorkant. Dat die Loveless Drive. Oké. Okay. Is wat wel, goedenavond. Vroeg aan het streamen, het is bijna 8 uur ondertussen, hè? Tenzij je ongeveer al een week op de verkeerde nog in de wintertijd leeft. Maar mijn streams die beginnen om 7:30. Dus, is het tot nu of 10. Maar trein gaat de tunnel ondertussen weer in. Dat is nog op bomen. O jee, vierkante wiel. Oh, dat kan. Dat kan zeker. Hier is die video stream. Goedenavond en welkom. Ja, Rob, die Robke die begint om 8 uur. Kwart over 8. Niet te gaan of hij op tijd klaar is. Ik weet niet of die laatste tijd nog tijd begint. Het was een tijdje dat hij op tijd begon om 8 uur. Waar rijden wij? Wij rijden in Amerika op de Clinchfield Railroad tussen Elkhorn City en St. Paul. Tegenwoordig onderdeel van de CSX. Op dit moment rijden wij.
We zijn net de, ik dacht de lijn overgegaan, of de state line. Zo te zien zitten wij in Virginia op dit moment. Wij waren in Kentucky. Van de vele kolen shoots langs de lijn. Voornamelijk een kolenlijn. Ook een hele belangrijke lijn tussen in deze tijd tussen Baltimore, Ohio en Southern, dacht ik. Maar ik weet even niet zeker. Trouwens, inderdaad wel echt benieuwd naar komende zondag. Of komende zondag. Komende donderdag. Er komen er in principe twee leuke DLC's uit. Er komt natuurlijk de Clinchfield Railroad voor Trains in World komt uit. En de Iberia DLC heb ik gelezen van Eurotruck. Wat is jouw favoriete TS-route? Ik heb in principe, ja, ik kan het verschil per keer. Ik heb nooit echt iets zo van, oh, ik heb alleen maar, ik wil alleen maar die route doen. Ik vind het in principe eigenlijk allemaal wel leuk om te doen. Natuurlijk routes die constant een beetje worden bijgewerkt of in ieder geval nieuwe routes. Ja, dat is natuurlijk op dat moment zo van, nou, het is op dit moment wel even de favoriet natuurlijk. Hè. Ik kom in principe nergens vastpinnen. Een beetje aan de snelheid, denk ik. Het blijft 30 mijl per uur. Hè? Waar zitten wij ondertussen op de route? Oeh. Nou, we hebben in ieder geval een passing track hier, rijden we voorbij. Schiet dan al flink op eigenlijk. Amerika heb je natuurlijk wel erg lange passing tracks, want lange treinen. Te Vink, goedenavond en welkom.
klein beetje meer power. Heb je natuurlijk de conducteur en je hebt natuurlijk nog een derde man hier. Maar zet je met z'n drieën hier op een trein. Tegenwoordig vaak met z'n tweeën. Brugje. Klein brugje. Nou, ik zou zeggen, als je nog wat getransporteerd moet hebben. Wat gaan remmen anders dan. Kom op. Van de vele kleine koolmijnen. Afgespeeld, goedenavond, welkom. Ik vind deze routes altijd saai, want het is een beetje eentonig. Amerikaanse vrachtroutes die zijn in principe inderdaad een beetje zoals dit, inderdaad. Maar het zijn ook veel grotere afstanden. Als je zo'n afstand wat ze in Amerika hier overbruggen, dan heb je de Arizona Divide nog niet gezien. Dat is eigenlijk een beetje een grote open woestijn aan de ene kant. Welke game speel je altijd? Train Simulator. Af en toe wat trucking. Ik heb vroeger wat andere type games gedaan, maar ik al een paar maanden niet. Maar het is voornamelijk Train Sim en Train Sim World op dit moment. En dan doen we dan wat trucking. Dus, nee, snorren heb ik niet gedaan. Zolang als die pas op Steam komt, dan ga ik erin investeren. Ik zou niet weten wat je wilt plaatsen, Clip meneer. Er is nu een aanbieding bij Epic. Ik ben niet zo dol op de Epic Games Store. Weet in ieder geval wel dat er een sale loopt bij de Epic Games Store.
tot ziens afgespeeld dan. Afbeelding van mijn route, maar die link is erg groot. Ja, standaard is links van de Discord die zijn inderdaad erg groot. Dan zou je ze in een URL shortener moeten zetten. Kijk, weer zo'n kolenmijn. Splash dam. Hoe? Hoef geen 360 te doen. Het rolt een beetje door nu. Delijn, goedenavond en welkom. We komen zometeen binnenkort aan bij de High Sea Junction. Dat is hier. En dan vervolgens dan heb je dus een afslag richting High Sea. Pitco Backtrack. En onze task is op de Delano Main. Dat is deze hele lange lijn. Dan zijn de nummer 907.
Hello. Holy moly. Ik had niet verwacht dat dit 15 zou zijn. Oh jee. Rip points voor mij. Maar goed. Mocht dat Martijn er niet is nu. Zo te zien een kolentrein die... of aan het laden is, of deels aan het laden is. De 912 en de 97. Niels, goedenavond en welkom. Ja, ga niet op de punten, hè. Is aangekropen. Het is weer 30. Yo, wat is de volgende spelen met 10? Diep al gehad. Die dan zetten we hier ongeveer. Oh, ik wil niet pijn. Dat is beter. Op een of andere manier draad ik mijn third rails map in mijn eigen in de app. Nou,
Tenzij het scenario mij bijna 7000 punten geeft als ik ze om te install. Dan vrees ik dat het in de midpunten blijft. En geen 1000 punten. Wij stonden aan op Delano Main. Maar er is dus een meet inderdaad bij de Delano Main. Steinman Loader. Die blauwe lamp, die moet nog even uitzoeken wat dat blauwe lampje ook alweer doet, exact. Maar volgens mij geeft dat aan van bezetspoor of iets. Of deze die gaf iets speciaals aan, iets een betekenis aan dit sign. Mogelijk. Maar goed, dat zien we nog wel. Moeten wij eerst op de hele siding terechtkomen met onze consist? Goedenavond en welkom. Een Björn? Wat? Many names. He has too many names.
Zit er bijna volledig op de siding. We have arrived. Voor het eerste deel van drie delen. We will stop here to wait for a northbound train. Have a break now. Nou, dat zal zeker lukken.